Welkom allemaal bij de Week van het Lezen en Schrijven. Die is gisteren begonnen. In Nissewaard officieel geopend, maar ook in de rest van het land. Het is een landelijk initiatief om aandacht te vestigen op het terugdringen van laaggeletterdheid in Nederland. Het is namelijk nog steeds een groot probleem. Heel veel mensen hebben moeite met lezen en schrijven. En niet iedereen kan mee met de digitale ontwikkelingen. Op deze manier proberen wij daar een steentje aan bij te dragen. Hier in Nissewaard onder andere door vandaag een mooi programma in de Boekenberg te hebben. Vanmorgen hebben we een heel mooi ontbijt gehad met taalleerders en taalcursisten. En vanmiddag is er nog een programma met kunstenares Chantal van Heeswijk. Maar we doen dit niet alleen. Er is in Nissewaard een heel programma samen met onze partners en taalinstituten hier zeg maar in Nissewaard om hier aandacht op te vestigen. Want alleen al in Nissewaard zijn er meer dan 7000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Wat ik graag nog heel eventjes zou willen meegeven. Vandaag raakte ik tijdens het ontbijt even in gesprek met een dame die al een paar jaar hier de taallessen volgt van het Digitaal Huis. En zij gaf aan, ja, toen ik aankwam in Nederland vond ik het heel belangrijk om de taal te leren. Maar het was minstens zo belangrijk dat ik mensen ontmoette en me minder eenzaam voelde. Nou, van zo'n opmerking werd ik in de vroege ochtend in ieder geval heel erg gelukkig. Wij als bibliotheek geloven erin dat iedereen mag meedoen in de maatschappij. En de gemeente denkt daar ook zo over. Dus daarom werken wij op deze manier graag met elkaar samen. Ook vinden we het belangrijk dat mensen plezier beleven aan de taal. Daarom vinden we het ook zo leuk dat we samen aandacht besteden aan de stadsdichter. Pardon, ja? Ik kom even niet aan borden. Komt misschien ook een beetje door de klok die er doorheen dindert zo. We willen jou dus vandaag ook even in het zonnetje zetten. Want er staat een mooie dichtregel van jou op de Boetenberg. Ja, heel gaaf. Ja, ben je er blij mee? Dankjewel. Ja, het is heel gaaf. We hebben natuurlijk een voorgesprek gehad over de verschillende gedichten die je hebt ingediend, zeg maar. En wij wilden daar ook wat invloed op uitoefenen. Maar jij hebt natuurlijk zelf een heel specifiek idee waarom je deze op het pand wilde hebben, ga ik vanuit. Ja, ik heb het idee, zeker van mijn leeftijd, de jongeren die trekken veel naar Rotterdam toe, merk ik. Vandaar ook een stukje, hè, dat is natuurlijk de grote stad waar veel mensen naartoe trekken. Maar ik vind eigenlijk dat dit bij Christen ook zo heel moois gebeurt. Dus als we hier mooie dingen maken met z'n allen, dan kan het hier net zo mooi zijn. Dus vandaar eigenlijk mijn regel. Nou, hartstikke mooi. Hij blijft er nog een tijdje op. Dus we kunnen er lang van genieten en we hopen dat mensen het ook stimuleert om lekker zelf in de pen te klimmen en met poëzie bezig te gaan. Ja. We hopen jou natuurlijk nog heel vaak terug te zien hier in de Boekenberg. We gaan ons best doen. Ja, super. Jeroen, hartelijk dank voor jouw komst. Ja, ook nog wat. Heel graag. Kijk, we zijn natuurlijk hartstikke trots met een bibliotheek als de Boekenberg in onze plaats. Niet alleen vanwege natuurlijk het gebouw, wat een schitterend gebouw is en een icoon voor de stad. Maar vooral ook wat er in dat gebouw gebeurt. En wat steeds weer echt een huiskamer voor Nissewaard wordt. Waar mensen naar binnen kunnen stappen. En ook om mensen te denken, hey, ik ben de taal niet machtig. Maar ik wil wel die drempel over. Dan is de Boekenberg wel echt een welkome plaats. Met vrijwilligers die vanuit alle lagen uit Nissewaard komen. Die mensen echt mee kunnen nemen naar de Boekenberg, waar ze zich thuis kunnen voelen. En waar ze zich toch de taal machtig kunnen maken. En zo ook uit het isolement kunnen geraken. En dat is iets wat natuurlijk essentieel is voor het samen kunnen leven. Is wel dezelfde taal kunnen spreken met elkaar en elkaar kunnen begrijpen. Nou, daar is de Boekenberg een hele mooie partner in. En daar is Natasja dan ook weer een hele mooie ambassadeur voor. Waarin, en dat zei je natuurlijk ook wel heel mooi, niet alleen het belang van taal, maar ook het plezier van taal. Het spelen met taal en het feit dat er een dichtregel staat die wat mij betreft ook echt wel de kern van Nissewaard weet te raken. Dat bewijst wel dat we een stadsdichter weer hebben uitgekozen uit ons midden die een mooie traditie voortzet. En ik denk dat het een mooie traditie is dat die ook een prominente plek heeft in de stad. Dus daar zijn we de Boekenberg weer ontzettend dankbaar voor dat dat weer zo kan.